We gaan steeds meer belletjeswijnen drinken in Nederland, goddank. Dus niet alleen meer met oliebollen en appelflappen, maar door het hele jaar door. Zelfs als je een rotdag hebt, is champagne dan wel een andere belletjeswijn geweldig om je dag weg te bruisen. Dan kan ik me ook weer voorstellen dat je zegt, die hele fles die peren we niet in één keer leeg. We doen een glaasje, we doen nog een glaasje en we willen de volgende dag weer door. En ook hier is weer een nouveauté te vinden op deze Wine Professional. Want daarom heet het ook hier de Wine Professional. Hier is hij. Nou, het ziet eruit alsof we in Cape Canaveral terecht zijn gekomen. Wat hebben wij hier? Ja, nou, de vergelijking met Cape Canaveral is heel erg aardig. Want dank u vriendelijk. Is het omhulsel al van hetzelfde materiaal als astronautenhelm gemaakt. Wat we doen is de champagne conserveren met het gas wat in champagne van nature aanwezig is. En dat is koolzuurgas. De eigenschap van koolzuur is dat hij zwaarder is dan zuurstof. Dus op het moment dat we een champagne schenken, dan zal ook de aanwezige koolzuurdruk die in de fles aanwezig is weggaan en dan komt zuurstof weer in de plaats terug. Die zuurstof die gaat de champagne oxideren, die maakt de smaak slechter. En daarom willen we die champagne conserveren door weer koolzuur terug te brengen. Dat doen we met een apparaatje. We blazen eerst de zuurstof uit de fles door de stikstof in te blazen. Vervolgens sluiten we de fles weer af. En ook hiermee kunnen we de fles weer terug op druk brengen. En op dit moment weet de champagne niet eens meer dat hij open geweest is. De zuurstof is uit de fles verdwenen, de druk is teruggebracht in de fles. En ook na een aantal weken zal de champagne nog in exact dezelfde conditie zijn als vandaag. Nou, degenen die mijn oud- en nieuwkaart hebben gelezen, die weten dat dit apparaat er in huize Hamersma niet in komt. Want daar wordt regelmatig champagne gedronken en die flessen gaan altijd in één keer leeg. Maar ik kan me voorstellen dat als je niet bij mij woont, en dat zijn er velen, en je komt in de horeca terecht, dat het een hele patente uitvinding is die er zeker aan bijdraagt dat wij meer belletjeswijnen gaan drinken.